Ferry Druif, je begint al te lachen, want wat was dit voor avond? Ja, en echt bizar. Echt heel bizar. Maar ja, fantastisch dat we met de winst vandoor gaan in zo'n wedstrijd. Ja, je komt achter, dat is eigenlijk al gek. Maar en 11 tegen 11 creëren jullie heel weinig. En dan word jij maar met één doel het veld ingestuurd. Ja, scoren natuurlijk. Daar ben ik voor gekomen. Of daar ben ik voor gebleven eigenlijk bij AZ natuurlijk. En ja, vorig jaar zag je dat ik kan scoren. En daarvoor heeft mijn trainer me ingebracht. En ik ben heel blij dat Kelvin natuurlijk die 1-1 maakte. Zodat ik nog meer minuten heb om een goal te maken. En gelukkig maak ik die. Hoe zit jij op de bank naar dit alles te kijken? Want er gebeuren de gekste dingen. Rode kaarten, het publiek wordt helemaal dol. Ja, heel bizar. Echt bizar. Maar ik zat wel echt op de bank zo van... Ja, ik wil er nu echt in. Ik wil er echt in. Ik wil die goal gaan maken. En ja, ik ben heel blij dat die uiteindelijk is gekomen en dat ik mijn kans heb gepakt. Ja, die goal die je maakt, dat is echt een spitse goal. Want je weet helemaal niet dat hij daar valt, maar je bent er. Ja, ik ben er. Ja, hij komt best wel hard naar me toe eigenlijk. En ik sta daar en ik wil een beetje inkoppen, maar hij komt een beetje, ja, ik weet niet eens, op mijn borst of zo. Ik weet niet, maar het maakt helemaal niet uit. Hij zit in ieder geval. Dus ik ben hartstikke blij. En dan ren je naar het vak? En dan? Ja, en dan vier natuurlijk met de meegereisde fans die hier toch zijn. Geweldig dat zij er gewoon bij zijn. Top. Dacht je op dat moment niet, nu ga ik ook geel krijgen? Want die scheidsrechter was op een gegeven moment iedereen kaart aan het uitdelen. Ik snapte daar helemaal niks van. Kelvin die opeens geel kreeg, volgens mij liep hij nog achter me. Maar je mocht niet juichen, zei hij. Maar ja, dacht ik ook van ja, ik krijg wel een gele kaart. En hij gaf nog iemand een gele kaart, volgens mij Owen Wijndal. Maar ik weet niet. Anders kreeg ik maar geel, maakt niet uit. Nee, dat maakt op dat moment niets meer uit natuurlijk. Nee, zeker niet. Maar hoort erbij. Goed dat je bent gebleven. Je zei het zelf al, want je kon naar Heerenveen. Je bent gebleven. Is dit dan waar je het allemaal voor doet? Ja, absoluut. Absoluut om Europees voetbal sowieso te spelen. En hoe lang speel ik hier nu? 8-9 jaar speel ik hier. En om zoiets mee te maken met deze club, dat is geweldig. Ja, je hebt ook een concurrent zien vertrekken. Dat betekent automatisch dat jij meer gaat spelen, toch? Ja, dat moeten we nog zien natuurlijk. Dat moeten we nog zien, maar... Ik werk er hard voor op de training om minuten te gaan maken. En als ik af en toe met Jong mee moet doen, is dat zo. Want de laatste paar wedstrijden, of twee wedstrijden, heb ik dan nu meegedaan. Maar het liefst wil ik natuurlijk alles in één gaan spelen en zoveel mogelijk minuten gaan maken. En Meijer doet het hartstikke goed en het komt vanzelf. En nu die loting in, groepsfase Europa League. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, we gaan natuurlijk met z'n allen kijken. En ik zou niet weten tegen welke tegenstander we zouden moeten gaan spelen. Wie zou je willen? Ik zou het echt niet weten. Ik wacht eerst deze wedstrijd af en als we die maar winnen, dat is het belangrijkste. Ja, deze wedstrijd is geweest. Het was een avond om nooit meer te vergeten, denk ik. Nee, nooit meer. Nee, dat is wel echt mijn hoogtepunt hierop.